samengevat. Hij zegt, bij Alpine hangt er een soort arrogantie in de lucht. Misplaatste arrogantie. Hey Tim, hoofdredacteur GP-blog. We praten eventjes over Alpine, hè? Ja, daar is wel het een en ander gebeurd. Het weekend in België, laten we het zo zeggen. Ik vond het overal, om even te beginnen, ik vond het wel geestig. Cyril Abiteboul, oud teambaas Renault. Redelijk doortastend interview afgegeven. Hij zegt, bij Alpine hangt er een soort arrogantie in de lucht. Misplaatste arrogantie. Toen dacht ik ook van ja, ik hoor jou eens op de redactie, Tim. En ik zie jouw columns wel eens. En denk van, jullie kunnen elkaar nu de hand schudden. Jij en Cyril. Ja, wie had dat ooit gedacht, hè? Ja, misplaatste arrogantie. Staat dat niet in het woordenboek gewoon achter Fransoos? Je zit het gewoon weer op één hoofd te gooien. Te ver, maar zou je erop in willen gaan, Tim? Ja, nou ja, kijk. Ik heb in het weekend van de Grand Prix van België daar ook een column aan gewijd. Op het moment dat nieuws naar buiten kwam. Otmar Szafnauer, Alain Permain eruit gegooid. Pat Fry die overstap maakt naar Williams. Nou, stond Fry los van de schoonmaak bij Alpine. Maar ja, het is zo typerend. In 8 jaar tijd, ze zijn sinds 2016 terug in de Formule 1. Elk jaar gebeurt er wel iets. En als je gewoon zoveel wijziging in de top van je personeel maakt. Hebben we het alleen even over de teambaas die we in de afgelopen 8 jaar hebben gehad. We zijn begonnen met Vasseur, die rende na een jaar weg. We hebben toen Cyril Abiteboul gehad, die heeft het nog het langst volgehouden. Daarna kregen we Marcin Butkowski, die was na een jaar rennend terug naar huis. Davide Brivio, die werd toen ook aangesteld als teammanager. Die is nog steeds betrokken bij Alpine, maar in welke rol mag Joost weten. Daarna kregen we Otmar Szafnauer. Nou, die heeft het nu ook 1,5 jaar uitgehouden. Dat zijn er gewoon al 5 in een tijdsbestek waarin, ja, of je nou Mercedes neemt, of je nou Red Bull neemt. Zelfs bij Ferrari zijn niet zoveel wijzigingen geweest. Ja, maar dat hele Alpine met zijn 5-jarenplan, dat is gewoon een 5-bazenplan. En dat werkt gewoon alsnog niet, denk ik. Ja, nee, maar het is gewoon elke keer is het hetzelfde idealistische plan van, oh, we gaan weer winnen, we gaan weer om wereldtitels meedoen. En daar wordt een x-aantal jaar aan gehangen. En dat hebben we met Abiteboul gehad, dat was een 5-jaren plan. Dat werkte niet, toen werd hij eruit gemikt. Na Abiteboul kregen we het plan van Butkowski, of eigenlijk van Lauro Rossi, die daarboven zat. Die had een nieuw plan met Alpine, het 100 races plan. Nou, eerst Butkowski, die werd eruit gegooid. Toen kwam Szafnauer. Szafnauer begon eigenlijk pas de 100 races te tellen toen hij erin kwam. Rossi telde vanaf het moment dat hij was begonnen. Dus daar ging al scheefgroei. Rossi eruit. Szafnauer dacht dat hij mocht blijven zitten. Maar de top van Alpine wil eigenlijk sneller naar de races. Want dat is het hele punt. Szafnauer die heeft nu eigenlijk gewoon gezegd, en Alain Permain ook. Die hebben gewoon gezegd van, jongens, het kost tijd voordat we kunnen gaan winnen in de Formule 1. Het kost tijd en geld voordat we de Mercedes en Ferrari van deze wereld kunnen uitdagen. En eigenlijk wat er is gebeurd, Bruno Famin, de nieuwe tijdelijke teambaas en vicepresident van Alpine. En de nieuwe topman van Alpine. Eigenlijk gewoon Luca de Meo, de CEO van Renault. Die hebben gewoon gezegd van, nou, zijn we het niet mee eens, het moet sneller kunnen. We moeten zo snel mogelijk weer races winnen en kampioenschappen winnen. Nou ja, dan heb je een bijzonder bord voor je kop als je dat denkt. Ja, want we hebben nu die kopstukken. We gaan nog even bij zelf aan Laurent Rossi en die coureurs. Daar komen we zo nog misschien wel op. Maar inderdaad, dit ontbreekt aan visie. Het is een beetje wat we bij Ferrari misschien wel zagen. Hè? Dat Binotto toch te vroeg eruit wordt gestuurd. Je moet die mensen de tijd geven. En dat wordt totaal niet gedaan. En dan is het op zich wel grappig. Ja, dat Abiteboul heeft misschien toch wel recht van spreken. Die heeft nog het langst volgehouden. Was uiteindelijk ook gewoon, dat Christian Horner was uiteindelijk het meest memorabele aan zijn hele teneur daar. Hè? Dat hij gewoon een boze klant had. Van Abiteboul kan je nog zeggen dat die wel de tijd heeft gehad. Hè? Want die begon in 2017. Die nam het eigenlijk over van Fred Vasseur. Kwam ook vanuit de hele Renault-lichting. En die heeft nog best wel wat tijd gehad. Alleen die kreeg uiteindelijk gewoon niet de laatste stap voor elkaar. En daar komen we straks misschien wel nog wat naartoe om waarom Alpine / Renault ook gewoon die top niet zal gaan halen in de komende jaren. En waarom het hem ook niet is gelukt. Maar dat hij eruit werd gemikt omdat hij toen eigenlijk tegen een plafond aanliep en gewoon niet verder groeide. Daar kan ik nog ergens in komen als je geen groei meer ziet bij iemand na zoveel jaar. Ja,
wat er daarna gewoon is gebeurd qua teambazen. En ja, inderdaad, coureurs die ook zijn weggelopen. LM Prost, die heeft natuurlijk ook finaal uitgehaald naar het management van Alpine. Ik moet ook niet de minste die we nu even vergeten, inderdaad. LM Prost daar ook weg, ja. Ja, want die was natuurlijk adviseur van het team. En die is natuurlijk toen al kwaad weggelopen. Omdat hij gewoon heel ontevreden was met hetgeen wat er bij Alpine gebeurde. En die heeft nu het Safnauer en Permain eruit zijn gegooid, heeft hij zich ook weer gewoon laten horen. Ja, dat zegt genoeg. Ze geven gewoon niemand de kans. Ik heb ook zoiets van, we bespreken nu ook de kopstukken. Maar je wil voor mij niet eens weten ook hoeveel cruciale werknemers ze hebben laten gaan. Die niet in de media zitten, die niet het publieke gezicht zijn. Dat kan ook voor dat er gewoon in drommen met mensen er doorheen gaan. Want ze geven, ik denk dat is misschien wel het probleem. Ze geven de mensen de kans daar niet om... Ze hebben weinig lange termijn visie, hoewel het wel gaat over 100 races plan, 5 jaren plan. Ja, maar kijk, op het moment dat je dus een management hebt wat daar het geduld blijkbaar niet voor heeft, of niet snapt blijkbaar hoe de autosport werkt. Kijk, je hoeft maar te kijken naar alle succesformules in de Formule 1. Wat heeft nou gewerkt? Nou, dan heb je het over Ferrari. Dat kostte 5 jaar voordat het met Schumacher, met Brown, met John Todd, voordat dat eenmaal ging lopen. En dan heb je dus te maken met een teambaas, een technisch directeur en 1 ster coureur die gewoon dat team vooruit kunnen stuwen. Weet je, een Formule 1 team heeft die leiding nodig, maar ook de tijd nodig om daar te komen. En bovenal financiële plaatje, want dat was het toen met Mercedes. Mercedes had wel de kopstukken, maar eigenlijk niet het geld. En Toto Wolff kwam binnen en die gaf eigenlijk heel duidelijk in een analyse aan van, jongens, jullie geven uit wat Williams ook uitgeeft. Ja, dan kan je niet verwachten dat je gaat concurreren met Ferrari en met Red Bull Racing. Is dat dan die arrogantie? Wat zeg je? Is dat dan misschien die arrogantie die Aboutebol bedoelt? Nou ja, kijk, dat zie je bij een Alpine nu ook weer. Ze blijven maar zeggen van, ja, wij willen kampioenschappen winnen, we willen races winnen. Maar eigenlijk iedereen die binnen dat team komt, of je het nou hebt over Aboutebol, of je het nou hebt over Butkowski, of je het hebt over Vasseur, of nu over Safnauer, allemaal zeggen ze, 1, we hebben tijd nodig om daar te komen, maar punt 2, de middelen moeten er ook zijn. En heel simpel, Renault/Alpine, ik zal ook een schop krijgen hier van mijn hond, en vandaar mijn microfoon opeens begint te bewegen. Bij Renault en Alpine zie je gewoon dat er niet hetzelfde wordt geïnvesteerd als bij Mercedes, als bij Ferrari, als bij Red Bull Racing. Ja, dus dan kan je hoog en laag springen en dan kan je misschien een keertje ertussen zitten. Maar je gaat natuurlijk nooit structureel op hetzelfde niveau komen als dat zij dat doen, als je zoveel miljoenen minder investeert. En dat zie je natuurlijk ook in de fabrieken die achterlopen. Je ziet het in de motor die opnieuw op achterstand is gelopen, zoals... Nou ja, aan het begin van het hybride tijdperk was natuurlijk het perfecte voorbeeld. Renault dacht, we komen er wel, we bouwen nog wel gewoon even die hybride motor. Nou ja, je hebt gezien wat een achterstand ze hadden toen het begon. En Mercedes opeens een raket van een motor bleek te hebben. Ja, toen krabbelden ze zich opeens achter de oren. Nou, Aboutebol heeft daar wel eens in de Beyond the Grid podcast toen laten weten van, joh, ja, we hebben daar toen te makkelijk over gedacht. Er is te weinig geïnvesteerd. Ja, dan is het resultaat logisch. Nou, dat zie je nu ook. Alpine is gewoon subtop, zolang ze subtop geld blijven uitgeven. En ja, een McLaren, een Aston Martin, die teams geven ook meer uit. Dus je gaat alleen maar meer concurrenten hebben, die, en schat zijn Audi ook, die gewoon over je heen gaan. Ja, ze zijn subtop, maar 2023, het is achteruitgang. En regressie. Kijk, dan zijn het die leuke uitslagen zoals Fernando Alonso in Qatar vorig jaar. Ocon dit jaar in Monaco. 2 keer een podium is het dan. Maar je moet even bekijken waar ze nu staan. Ocon op P10, Gasly op P22. Kijk, dat mag wat hoger zijn. Omdat ze natuurlijk wel echt twee drama's van weekend hebben gehad. Toen in Australië en in toen ze er allebei uitgingen in Hongarije. Je zei Gasly P22, maar ik denk dat je wat anders bedoelt, toch? Nee, ik bedoel P12 met 22 punten. Ja, scherp. Ja. Ik denk om je even te redden. Ja, dankjewel. Bij de constructeurs zijn ze gewoon van een goed gevecht met McLaren. Staan ze nu gewoon achter. Flink ook achter. Terwijl die natuurlijk ook niet de beste start hadden. Het is, ja... Nee, maar wat... weet je, het heeft allemaal met elkaar te maken. Kijk, Safnauer is als teambaas ingestapt begin 2022. Dat is al een bizar moment om een nieuwe teambaas aan te kondigen.
Want je begint net met nieuwe reglementen. Dus je zadelt één, die nieuwe teambaas op met een wagen die is ontwikkeld door het vorige management. Je zadelt hem op met een structuur van het vorige management. En eigenlijk kan hij daar op dat moment niks meer aan doen. Iedereen heeft een nieuwe wagen geïntroduceerd. Succes ermee. Dan krijgt hij dat jaar. En nou dit jaar om dat te laten zien. Ja, in hoeverre kunnen we nou zeggen dat dit nu al Safnauer zijn team is? Volgens mij totaal nog niet. En dan gooi je me nu alweer uit. Of nou ja, gooi je maar uit. Ze komen er samen. Samen komen ze eruit dat Safnauer zegt van joh, we hebben meer jaar nodig. De leiding zegt, we kunnen sneller kampioen worden. Ja, het is echt bezopen. Kijk, er moet gewoon één, meer geld naartoe. Punt twee, moet er gewoon een teambaas komen. Er moet een technisch directeur komen. Moet een goede stercoureur zijn. Die verhouding moet je sowieso al hebben. Nou, teambaas, die hebben ze nu niet. Dat is natuurlijk al bijzonder. Je gooit je huidige teambaas eruit, maar je hebt eigenlijk geen vervanger. Want de vicepresident die gaat de rol van teambaas er nu even tijdelijk bij doen. Bijzondere situatie. Je technisch directeur, Pat Fry, gaat naar Williams. Eind van het jaar stapt hij pas bij Williams in, maar is al op non-actief bij Alpine. Dus daar hebben ze op dit moment niemand voor. Alan Permain, sportief directeur, vertrekt nu. Ja, wie is zijn vervanger? Heel onduidelijk. Er worden wat interne verschuivingen gemaakt. Maar dat laat weer gaten op andere plekken. Dus het is natuurlijk bijzonder dat je mid-season heel je management eruit gooit en eigenlijk niet de vervangers klaar hebt staan. En je weet hoe moeilijk het is om goede mensen te halen binnen de Formule 1. Laat staan snel te kunnen halen. Want Safnauer vertrekt nu. Maar stel dat jij nu iemand van Ferrari wil halen. Ja, die kan volgend jaar een keer beginnen. Dus ja, het is op alle vlakken is het zo onrustig. En het is uiteindelijk wel dus de vraag, en dat is misschien wel het schrijnende ook, van je zegt van Alpine gooit gewoon halverwege het hele management eruit. Geen enkel weldenkend team zou dat doen. Je zou ook kunnen denken, oké, misschien is achter schermen al wel een heel nieuw team samengesteld. Maar we weten van de afgelopen jaren van Renault al genoeg dat dat gewoon niet het geval is. Nee, en dat hoor je ook aan alles. Kijk, die Bruno Famin, hoe die ook mag heten, waarschijnlijk is Famin Frans gezien. Die deed natuurlijk die persconferentie in België bij de teambaas. Een kwartier nadat het persbericht naar buiten was gekomen, mocht hij aanschuiven. Ja, en kijk, ik ben geen groot fan van Otmar Safnauer, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Nou, ook de grote blunders door Alonso en Piastri te laten gaan in 2022. Ja, weet je, daar zijn we nog niet eens bij geweest inderdaad. Maar Bruno Famin, die sloeg wat mij betreft alles. Weet je, dan krijg je zo'n moment. En die zat dan in zijn Alpine shirtje. Ja, in zijn Alpine joggingbroek. Hing een beetje onderuit. Kreeg allerlei vragen natuurlijk. En op geen enkele gaf hij een bevredigend antwoord. Het was allemaal een beetje met, ja, zoals ik het noem, een beetje Franse arrogantie. Zo van, wij willen gewoon races winnen. Wij willen kampioenschappen winnen. En wij kunnen dat sneller dan Safnauer dat zei. En dat gaan we gewoon doen. En we gaan gewoon race voor race de wagen beter maken. En elke race moet het resultaat beter zijn. Allemaal van de open deuren die intrapte. En ja. Maar op zich wel goed dat hij de plannen loslaat. De 5 jaar en 100 races. Want dat is natuurlijk het vaagste. Hè? Van, ja, dat was ook wel, vond ik wel scherpzinnig van Unbeatable in dat interview. Waar we natuurlijk het een beetje over hebben. Dat hij ook zei van ja, heb je 100 races. Dan zit je 100ste race. En dan is ineens, zegt Red Bull, oké, nu zijn wij niet meer dominant. Dit is jullie 100ste race. Ga maar. Zo werkt dat niet. Dus misschien is het enige goede wat Famin zegt. We hebben geen plan. Maar wij kunnen dit sneller. Wij gaan het zo snel mogelijk doen. Ik denk, is dat niet al vooruitgang? Ja, maar aan de andere kant zal je wel altijd die marge moeten houden en duidelijkheid ook moeten scheppen naar je achterban. Dat dit wel een project is wat tijd nodig heeft, wat jaren nodig heeft. Want Alpine gaat volgend jaar niet opeens voor de wereldtitel meedoen hoor. En over 2 jaar ook niet opeens. Nee. Sterker nog, iedereen weet, kijk Alpine zegt van niet, maar Vasseur noemde Alpine gewoon bij naam. Horner heeft Alpine al bij naam genoemd. Alpine heeft gewoon een slechtere motor. De Renault motor is slechter. En de FIA, F1, die zijn nu gewoon aan het kijken om Alpine te helpen om die motor beter te maken. Nou, Toto Wolff is daar al geen voorstander van. Ik moet zeggen, ik persoonlijk ook niet. Want die motoren hebben nou eenmaal gewoon vastgevroren. Dus als je nu Alpine de tijd gaat geven om die motor verder te ontwikkelen, dat is natuurlijk ook een beetje bezopen. Want Alpine heeft gewoon zelf haar huiswerk niet goed gedaan. En dan ga je dus teams die wel hun huiswerk goed hebben gedaan, benadelen omdat Alpine hun huiswerk slecht heeft gedaan. Nou ja, dat is misschien wel de grootste voorbeeld van die Franse arrogantie, of die Renault-arrogantie die daar heerst, is dat zij natuurlijk gewoon een soort gok hebben genomen. Van, we weten, vanaf 2022 mogen we de motor alleen nog maar aanpassen om betrouwbaarheid te vergroten. En ze hebben gewoon gezegd, oké, hij is nu zo slecht, laat hem gewoon helemaal omgooien.
dan hebben we in ieder geval over de komende 4 jaar... met die betrouwbaarheidsaanpassingen de kans om bij te gaan benen. En dat is natuurlijk... Hoe haal je dat vandaan? Dat je dat voor elkaar kan krijgen als je al 3 jaar geen pak deuk in een pak boter rijdt. Nee, maar zelfs dat is dus niet gelukt. Want de motor is ook gewoon niet snel genoeg. Want dat zie je, die wagen... En daarom is het zo bijzonder dat ze een Petfry en Safnauer laten gaan. Want die wagen is gewoon best goed. Als je gewoon kijkt naar Monaco, kijkt naar Hongarije... En zelfs ook België in de regen. Die wagen is echt goed op het moment dat motorvermogen niet zo belangrijk meer is. Oftewel in de regen of op circuits waar motorvermogen niet zo'n grote rol speelt. Dus die wagen is prima. Die motor is ruk. En dat heeft niks te maken met Safnauer. Dat heeft niks te maken met Permain. Niks te maken met Petfry. Dat heeft simpelweg te maken met Renault. Dat te weinig heeft geïnvesteerd in hun motor. Een motor heeft opgeleverd die niet in de buurt komt van Honda, niet in de buurt komt van Mercedes, niet in de buurt komt van Ferrari, waardoor ze nu moeten smeken bij alle andere teams om een beetje in te kunnen lopen. Maar ja, dat dan zo'n team even hoog van de toren gaat blazen van ja, wij willen wel kampioen worden, wij willen wel races winnen en dat kunnen we op korte termijn. Nou, ik wens je heel veel succes met een motor die minder is. Ja, hey, afsluitend een aanbeveling. Ik denk er zijn een paar punten hier naar voren gekomen. Wat beveel jij Alpine aan om nu te doen, om in de toekomst bijvoorbeeld wel kans te maken? Nee, mijn Frans is niet goed genoeg om het over te kunnen brengen, want je weet met Fransen, Nederlands zullen ze zeker niet leren, Engels vinden ze al lastig zat, dus maar wie weet. Nee, kijk, het is heel simpel. Het template, de blueprint voor hoe je succesvol kan zijn in Formule 1, ligt gewoon klaar. Het is heel simpel. 1. Je moet net zoveel investeren als de topteams. Anders ga je er sowieso niet komen. Punt 2. Dan moet je infrastructuur moet goed zijn. Dus je fabrieken moeten op het... Ja, wat Aston Martin nu heeft gedaan. Dus je fabriek moet top zijn. Je windtunnel moet goed zijn. Je simulatoren moeten goed zijn. Alle productiemiddelen moeten kloppen. Nou, daarvoor heb je ook dat geld nodig. Daar loopt Alpine op achter. Nou, dan heb je gewoon een teambaas nodig. Waarvan je gewoon zegt van... joh, jij mag het 5 tot 10 jaar gaan doen. En daar hoef je niet per se een plan van 5 jaar aan vast te hangen. Maar gewoon net als met Horner... met Wolf, geef ze gewoon een x-aantal jaar van... joh, ga dit maar even doen. Weet je, en we geven je de tijd. Zet je een goede technisch directeur naast. Die ze hadden met Petfry, maar goed, daar hoeven we het niet meer over te hebben. Goede technisch directeur. Echt de topman die de wagen gaat ontwikkelen. Sportief directeur die alles binnen het team organiseert. Zoals een Jonathan Wheatley bij Red Bull. En dan moet je gewoon 1 hele goede coureur hebben. Nou ja, en heel simpel. Als we gaan kijken naar al die punten... hebben ze op al die punten niks. Want ze hebben niet genoeg geld. De infrastructuur is er nog niet. Ze maken wel stappen. Maar ja, met de budget cap op infrastructuur... ben je nu ook beperkt om die stappen te maken. En Aston Martin heeft heel veel geïnvesteerd voordat die cap er kwam. Andere teams lopen daarop achter. En Williams klaagt daar ook over. Nou, Alpine loopt ook achter. Ze hebben op dit moment geen teambaas. Ze hebben geen technisch directeur. Ze hebben geen sportief directeur. Ze hebben geen topcoureur. Ze hebben 2 B-acteurs en een topcoureur. Ja, ik zie geen enkele topcoureur op dit moment de overstap maken naar Alpine. Heel eerlijk. Alpine / Renault, we hebben het er met Gander over gehad. Ja, wat hebben ze überhaupt te zoeken in de sport? Het is een mooi merk. Maar ik denk dat het steeds meer kant op gaat dat een Andretti / Cadillac... General Motors, hoe je het noemen wil, dit straks gaat overnemen. Want ja, die hebben toch veel meer baat bij succesvol zijn in de sport. Alpine heeft toch al toegezegd dat ze dat team motoren gaan leveren. Ja, als ze niet als elke team op de grid kunnen komen, zou ik als Andretti zijnde gewoon even dit team overkopen. Dat is een geweldige uiteenzetting. Dankjewel, Tim.